jongens. Leuk dat jullie vandaag kijken naar deze gloednieuwe vlog van Chris en Olivier. En de rest, doe vast jongens een blauw duimpje omhoog. En abonneren zou helemaal geweldig zijn jongens. Want we gaan er weer stevig tegenaan in deze gloednieuwe vlog van Chris en Olivier. En de rest, de reden dat ik vandaag zag praat jongens, is omdat ik, hoe heet het, in verband met de dieren. We zijn vandaag in het bos. En in het bos jongens heb je natuurlijk heel veel wilde dieren. En onder andere herten. En ik wil ze natuurlijk niet verjagen door heel luid te gaan praten. Ik ga vandaag een beetje kijken jongens of we, hoe heet het, wel het kunnen spotten. Dus ik hoop sowieso op herten, damherten. De mannetjes ervan hebben een heel een mooi groot gewei. En let's go. Nou jongens, ondertussen komen we bij wat water uit. En het gaat helemaal daar toe. Het is een mooie plaats jongens om voor dieren om te drinken. Maar ook voor bepaalde watervogels. Van de zomer zal hier wel wat zitten denk ik. Het is wel heel mooi, we staan toch best wel hoog zoals je ziet. Toch alsof je nu in Nederland bent om het zo te zeggen. Wauw, dit is wel heel mooi. Nou jongens, het is natuurlijk al heel erg belangrijk is dat je natuurlijk niet te veel lawaai maakt. Anders jaag je de dieren natuurlijk weg, want ze hebben natuurlijk een heel goed gehoor. Wat ook heel belangrijk is dat je natuurlijk niet te opvallende kleding draagt. De meeste dieren jongens die we hebben, die zijn kleurenblind, maar ze kunnen natuurlijk nog wel wit opmerken. Dus dat ook. En sowieso jongens, de beste tijd om herten te gaan zien of dieren is in de ochtend. Weet je, in de ochtend dan zijn er nog weinig mensen in het gebied. Dus, en blijf natuurlijk vooral op een goede, gepaste afstand. Weet je, als je soms heel rustig bent en niet te veel beweegt, dan kan je gewoon heel dicht bij de dieren komen zonder te verstoren. Ik heb het een paar keer geprobeerd met succes. Er staat er een, kijk, zie je eentje. Hij valt bijna niet op jongens door zijn vacht. Oh, er staat er. Er komt er nog een. Er staan er echt jongens iets van 2-3 stuks daar. Even kijken of ik heel rustig dichterbij kan komen. Oké, er gaat er eentje lopen. Oh jongens, er staat er een. Er staat er nog een. Oh, het zijn er 3. 1. Vier. Oh, hij kijkt. Jongens, hij kijkt recht in de lens. Er staat een hele groep. Ik wil me vooral richten, jongens, op dat ene jonge mannetje daar. Niet zozeer op de kudde. Kijk, moet je kijken wat een mooi groot gevei die heeft. Kijk, hij is op zoek naar voedsel. Blijven nog staan ook, ze zijn niet eens bang. Een groepje. Eén groep jongens dat hier staat. Prachtig. Oh, kijk. Oh, ze hebben me gespot. Oh, die anderen zitten daar ook zo te kijken. Maar hij blijft zich niet druk om te maken, hij gaat gewoon verder. Hij is niet eens bang. En er staat een ander. Zo te zien, jongens, er zit een groep jonge mannetjes. Want er staan er 5 in totaal. 5. Dat zijn een paar jonge bokken, zo te zien. Kijk ze allemaal kijken. Wauw, prachtig. Er staan er meer. Er staan er meer. Achter nog een paar. Kijk, hij blijft nog kijken. Ze maken wel groot. We'll be right back.
daar gaan ze, daar gaan ze. Daar gaan ze. Daar loopt nog één, daar loopt nog één. Oh, dat is het, jongen, dat is echt. Wauw. Wat prachtig. Ik blijf op deze afstand staan, want ik ga niet achter ze aanlopen. Ze blijven toch. Ze staan echt te kijken van waarom blijft hij staan? Waarom komt hij niet achter ons aan? Weet je, ze zijn nu toch een beetje, toch een beetje nieuwsgierig. Kijk, daar staat er nog één. Achter staat er nog eentje, die kan je niet heel goed zien. Wauw, fantastisch jongens, wat een prachtige mooie ervaring. Ik had het gewoon niet verwacht om zo'n grote groep dan weer te zien, al helemaal in het bos. Dat sowieso gevonden wordt door jonge mannetjes. Dit is een hele mooie ervaring. Ik ben er sowieso super blij mee. Dus, dit is gewoon fantastisch. Dat had ik niet zien aankomen. Ik heb gelukkig altijd mijn camera bij me. Dus, jongens, in ieder geval, ik ga deze video weer afsluiten. Volgende keer zijn we op een heel andere mooie plaats. Ik hoop in ieder geval, jongens, dat jullie ervan genoten hebben. En, de groep blijft er zo te zien nog een beetje daar staan. Maar wij gaan weer verder. Want ik wil ze niet verder verstoren. En ik zeg zoals gewoon, jongens, tot de volgende keer bij een goed nieuw vlog van Chris en Olivier. Tot ziens!